In het Duits-Nederlands grensgebied vinden we kasteel Bentheim, dat tot op de dag van vandaag zijn middeleeuws karakter heeft weten te behouden. Na het passeren van de Heerkot, Bentheim, gaan we via deze trap in de Kruittoren, het strategisch middelpunt van dit kasteel. Via smalle trappen en gangen komen we aan op het bovenste platform. Vanaf hier spiedde men naar vijanden en verschanste men zich zo nodig in de toren. In de 15e eeuw werd voor een betere verdediging van de zuidwestelijke flank de batterijtoren gebouwd. Op de twee verdiepingen van de ronde toren met 5 meter dik metselwerk werden ruimtes voor zwaar geschut gemaakt. De nissen voor de kanoniers en de afvoerkanalen van de zuidkamp zijn hier te zien. De geschutskelder diende als gevangenis. In de bovenste geschutsruimte is de replica van een alchemie-laboratorium tentoongesteld. Dergelijke alchemistenkeukens die dienden voor de zoektocht naar de Steen der Wijzen waren in de vroegmoderne tijd aan veel adellijke hoven te vinden. Vanaf de 17e eeuw tot op heden wonen leden van de vorstelijke familie in de bovenste verdieping van de batterijtoren. De mensen in de middeleeuwen waren diep religieus. Ieder kasteel had daarom een kapel als middelpunt van het geestelijk leven. Vaak bevinden de slotkapellen zich op de strategisch zwakste plekken van de vesting, want in de ogen van de middeleeuwers was een aanval op een godshuis een grove heiligschennis. De Catharinenkerk stamt uit de Romaanse tijd, zoals te zien is aan de rondbogen en in 1964 gerestaureerde kruisgewelven. Later werd de kerkruimte in gotische stijl uitgebreid. In 1588 bekeerde graaf Arnold II zich tot de leer van de Reformatie. Alle Leute, Graafschaft Bentheim, müssen reformieren. De ruimte met grove balkenplafonds en de grote galerij is ingericht in de voor protestantse kerken typische eenvoudige stijl. Het eikenhouten Mariabeeld met twee gezichten en de grafstenen zijn pas in de eerste helft van de 20e eeuw toegevoegd. Door de oorlogsverwoestingen in de 18e eeuw was het kasteel onbewoonbaar geworden. Van 1808 tot 1847 werd het als een gevangenis gebruikt. Pas in 1883 gaf vorst Alexis II de architect Frans Anton Nordhoff opdracht om het hoofdgebouw te verbouwen en van deze middeleeuwse woonvleugel een moderne, adellijke residentie te maken. De Kronenburg in zijn huidige vorm, met representatieve vertrekken, achter een middeleeuws uitziende façade, ontstond tussen 1883 en 1914 in het kader van een grote verbouwing. Terwijl andere vertrekken aan de middeleeuwen doen denken en zich daardoor aanpassen aan het kasteelkarakter van het complex, herinnert de slaapkamer aan een voornamelijk slot, met name het meubilair in neo-rococo. Deze kamer was voorbehouden aan hoge gasten, vooral aan de Nederlandse koningin Emma, die tot aan haar dood in 1934 regelmatig zomers in Bad Bentheim vertoefde. De banden met het Nederlands Koningshuis bleven bestaan tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Kasteel Bentheim. Een prachtig bezoek, dat was het.